Overijssel heeft tal van bekende musea. Je hebt de Fundatie of het Rijksmuseum in Enschede. Maar wij kregen dan juist een mailtje van een heel klein museum. Ik ken het zelf ook niet. Het Keukengerijmuseum in Olst. Allemaal keukenspulletjes uit het ver verleden. En de meneer die erover gaat, dat is Frans Jansen, die wilde graag dat we langskomen. Dus doen we dat. Goedendag. Goedendag. Bijzonder. Frans Jansen, de eigenaar van het Keukengerij Museum. Ja. Ja. Wat een spullen. Ja, er staat heel wat in. Ja. Meer nog mensen die zeggen van, waar laat je het allemaal nog? Nou ja, in zijn schuur, hè? Ja. Nou, hij is wel vol. Hij is echt vol, hè? Ja. 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 Maar ik kan heel moeilijk afstand doen van dingen die ik één keer heb. Dat is ook een groot probleem. Wat staat hier allemaal? Nou, alles wat zeg maar het grote gros is, alles wat vroeger bij de oma's thuis gebruikt werd, als ze een keuken hadden, het is eigenlijk allemaal keukenspullen. Noemt u eens wat dan, spullen? Nou, de petroleumstellen, potten en pannen, zeg maar, dat is ook een tijd van wanneer pannen, zeg maar, zo zwart was vroeger, is zeg maar voor de oorlog en vlak na de oorlog was allemaal zwart. Ja. Ja, en blauw. Die verandering vindt ook plaats wanneer de jonge mensen weer gingen trouwen in de 50e jaren. Die moesten niks van zwart hebben. Die moesten ook niks van blauw hebben. Die moesten allemaal weer het oranje, rood, groen, grijs gewolkte. Dat waren de kleuren voor de jonge vrouwen. Het houdt toch een keertje op, denk ik. Van, het is echt best vol hier. Zelfs stapels met pannen op elkaar. En u blijft maar verzamelen. Maar hoe lang kan het doorgaan? Nee, maar ja. Het is ook een kwestie van keuzes maken iedere keer weer. Ja. Net wat ik straks zei, je gaat zeg maar, je koopt je dingen of je krijgt dingen die in kwaliteit beter is dan die ik heb. En dan wat ik zelf heb, wat niet zo mooi is, doe ik dan weer weg. En alles wat ik heb, wat ik krijg en zelf niet kan gebruiken, gaat allemaal naar caritatieve doelen. Oké. U vertelde mij net ook van dat u een verzamelaar had van 500 snijboonmachientjes. 700. 700 snijboonmachientjes. En die koopt u dan? Die heb ik van iemand overgenomen omdat die mis ging stoppen. Dus u bent nu de trotse eigenaar van 700 snijboonmachientjes? Ja. Ik geef de mensen de kans als ze wat dingen zien om die van mij over te nemen. Ja. En meenemen mag niet, maar pingelen mag wel. Ja. U had ons bericht, hè, over uw museum. Maar komt misschien ook wel dat deze zomer was een beetje een lastige zomer, hè? Te heet. Ja. Mensen fietsen hier niet langs. Ja. Bezoekers achtergebleven. Ja. Als het hier. Zo moeten we even weer wat omhoog krikken. Ja, dat is ook. Maar dat is nu de tijd ook weer voor. Het is wat koeler weer. Maar de hele zomer was een zomer met hitte. En als je dan 30, 35 graden hebt, zoals het hier dan binnen nog is. Ja, er is niemand die op de fiets stapt om hier naartoe te komen. Ik zou zeggen, mensen, stap op de fiets. En als je het niet lukt op de fiets, kom dan met een auto. Kom gewoon, neem contact met mij op. Keukengerijmuseum in Olst. Het is, je mag rustig zeggen, er staat heel wat. En ik haal met jullie samen een hele geschiedenis weer naar voren, zoals het vroeger was.